Hij kwam langs op mijn studio in Den Haag, waar die vleugels ook stonden. Moet ik hem nou bij het complot betrekken of ga ik hem gewoon als Jarno te woord staan? Ja. En dat was natuurlijk super spannend. Dus ik heb 3 uur met hem zitten praten en vertellen wat ik daar precies deed en zo. Ja, en dat was, was super ongemakkelijk en vervelend. Het is wel gelukt, want het artikel... Dat vind ik ook nog. Ja, het was een mooi artikel ook nog van 3 pagina's. Ja? Je hebt er gewoon doorheen geluld gewoon. Ja. Dat is toch vet? Dat is toch cool, Rino? Van hoe werkt dat? Dat je denkt, hey, de dynamica moet gaan vertellen. Van, hij was wel echt heel boos. De dag nadat de ontknoping was in De Wereld Draait Door, waar ik dan vertelde dat het fictie was. Ja. Een paar jaar daarna belde hij me op om te vragen of ik op een of ander congres wilde komen spreken. Want hij was helemaal met de journalistiek gestopt. En dat kwam door dat ene... Nee, joh. Je hebt wel heel die techniek natuurlijk moeten uitdenken van... Ja, wat zou geloofwaardig zijn om uiteindelijk te kunnen vliegen? Dus... Had je niet op een bepaald moment dat je dacht van, misschien moet je het gewoon echt proberen? Jawel, ja, ik had samen met de jongen van de... ik dacht tot al heel lang nog... Van het dak gesprongen. Dat is fijn. En dat iemand dan post als nep man. Ik vind dat soms best wel scary. Zeker omdat je natuurlijk zo'n dystopie van zo'n Brave New World... Ja, maar daarom zijn juist dat soort kunstprojecten die daar... Die iets laten zien wat er nog niet is, maar waar je alvast een mening over kan vormen. Gewoon reacties die op dit soort kunstprojecten komen, daar kunnen mensen die in de wereld van de wetenschap zitten of zo, die kunnen daar een lering uit trekken. Om te zien hoe ver ze kunnen gaan en wat wordt... Dat heeft wel waarde inderdaad. 3 jaar nu actief mee bezig met mijn debuut als game developer. Oké. Boom. Een verhaal over de toekomst van het internet. En Space Rebels. En degene die dat gaat inrichten, die zijn allemaal met elkaar in gevecht. SpaceX, Blue Origin van Amazon. Ja. Die hebben allemaal het doel om een eigen satelliet internet te maken. Ja, ik wil dus in de game allemaal... Het lijkt alsof je zelf een soort YouTube-kanaal runt. Ja. En je krijgt het opdrachten vanuit de fictieve community allemaal vreemde raketten te bouwen. Ah, okay. Lachen. En je begint als een amateur. En dan is die user interface ook nog helemaal alsof je aan het schetsen bent. Oh, ja. En alle lanceringen die vinden plaats in dit soort 360 graden. Oh, vet hoor. Dat is toch cool? Ik vind het ook wel gewoon tof dat hij keuzes durft te maken. Juist helemaal inderdaad niet zoveel van die bekende gezichten, van die soapies erin. Maar gewoon... Nee, ik denk dat alleen maar in je voordeel kan. Dat denk ik ook. Een paar goede acteurs. Ook datzelfde vijvertje van acteurs. Dat je denkt, ben je nu de slechterik in één keer?